Hier uit Luan, heb je me al mijn derde liedje gezien? Ik ben een cowboy. Het zou vet fijn zijn als je op mij wou stemmen op de Kids Top 20. En wie weet, dan sta ik weer op de Kids Top 20. Dus stem als je het leuk vindt. Wie weet, dan sta ik weer op de Kids Top 20. En mijn derde liedje, yay! Ik kan echt niet wachten. Dus stem dus. Doei! Verveel me zo. Dit zijn de plaatjes op je lijstje. Met daar staat eikenblad. Ja, hoe... Had jij een eekhoorn gezien? Een groot dennenappel. Kijk eens. Stokkenjacht gedaan, hebben we nog niet gevonden. We zagen er een. En ik... Oh! Maar jongens. Ja. Zo doet Luxie. Ja. Wat wil je later worden? Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En wij zijn hier soort van in quarantaine in het bos. Op deze mooie camping die nog niet officieel open is van recreatiepark Het Zand. Waar we heerlijk in het boshuisje vertoeven. Mama, ja? Waarom heet het nou ook Zand? Omdat de plas die hierbij ligt, die heet Het Zand. Dan gaan we straks ook weer wandelen. Wordt vandaag een hele mooie dag. Met korte mouwen. Ja, Lucilla heeft korte mouwen. Met zonder jas. Met zonder jas, zonder jas. Want anders heb je met jas aan, maar je hebt zonder jas. Dan zeg je zonder jas. Goedemorgen, Luan. Goedemorgen. Ben je er weer klaar voor, jongen? Ja. En goedemorgen, vader. Bonjour. En de hondjes. Ja, Woesel die ligt hier met een dekentje. Echt heel raar dit. Echt heel gek dit, Woesel. Pip ligt hier lekker, hè, Pippi? Ja, allemaal kusjes, hè. Nee, joh. Nou, gezellig wakker worden zo, hè? Nou, de kinderen die waren net buiten. En het is, we zitten natuurlijk hier nog in het mooie bos. En Luan vond het een beetje frisjes. Daniel is trouwens nog wel met de meisjes even bij in een glijbaantje. Waar voor de rest geen kinderen zijn aan het spelen. En de honden zijn lekker aan het rennen. Maar Luan kwam naar me toe. Het was zo koud. En het was ook een beetje frisjes. Oh. En Luan die kwam naar me toe en die zei... Oh mam, ik verveel me zo. En ik denk dat jij niet de enige bent die dat heeft. Die zich een beetje begint te vervelen op den duur. Ja. Want we zitten hier nu... Bijna een week. En we kunnen nergens naartoe, omdat we natuurlijk met het corona gebeuren zitten. Dus we vermaken ons een beetje rondom om ons boshuisje. Ja. Maar op een gegeven moment heb je dat wel een beetje gezien. Dat was het een beetje, hè? Dat snap ik natuurlijk ook wel. Dus mama ging even heel goed nadenken. En denk, oké, wat kan ik bedenken? Waardoor we weer iets nieuws kunnen doen. En wat misschien ook leuk is om te doen. En ook misschien voor jullie wel leuk is om te doen. Nou, Daniel en ik wouden zo even lekker gaan wandelen. Als je dit bij een bos bent, dan is het wel leuk. Dan is het wel leuk. Ik weet niet of jullie een beetje in de buurt van bossen wonen, zeg maar. Maar in het bos kun je best wel wat afstand van andere mensen houden. En het is ook niet altijd heel druk in het bos. En het is nu ochtend, dus ik denk dat het nu niet heel veel mensen in het bos wandelen. Alleen Luan die vond wandelen een beetje saai, hè? Dus normaal vind ik saai. Ik dacht, nou, weet je wat? Dan bedenk ik iets leuks wat we kunnen doen tijdens het wandelen. We hebben twee bingo-kaarten gemaakt. Dat is deze en deze. Heb ik zelf even een beetje bedacht. Dit zijn de plaatjes die ik erbij heb staan. We hebben een, kijk, ik zal even laten zien, een spin, een eikenblad, een vogel, een paddenstoel, een eekhoorn, een tak van 10 centimeter, een steen en een pissebed. Ik weet het, ik ben niet de beste tekenares, maar goed, je snapt een beetje wat het is. De kinderen mogen deze meenemen met wandelen. En tijdens de wandeling mogen ze dit gaan zoeken. En als je hem vindt, Mom, dan vink je hem af. Mam, ja, maar ja? We hebben wel mooie pennetjes mee. We doen het huisje op slot. Hey kinderen, we lopen nu via de andere weg. Dan zijn we gelijk bij het Grote Meer. Wij zijn aangekomen in het prachtige bos. En echt, er is niemand. Kijk om ons heen. Je hoort alleen maar de vogeltjes fluiten. Het is een beetje wel apart. Ja. Het gevoel van dat je alleen op de wereld bent. Ja, dat gevoel. Maar ja, echt helemaal niemand. Ook niet in de verste verte, niemand. Helemaal niemand in het bos. Maar jullie hadden iets leuks. Maar goed, we hebben dus iets leuks bedacht. Dat is dus de wandelbingo. En de kinderen mogen rondwandelen. We mogen zoeken wat ze hebben. Alleen één dingetje. Je hoeft het niet mee te nemen als je iets hebt gevonden. Alleen af te vinken op je lijstje. Met een veentje. Ja. Goed, dat betekent ik heb hem gevonden. En dan vink je hem af. Ja? Ja. Oké, nou, let's go. Oh, maar een tak van 10 centimeter. Dat wordt wel moeilijk. Ja, een tak van 10 centimeter, ja. Weet je wat 10 centimeter is? Ja. Dit is 1 en dat dan 10 keren. Ja. Dus ongeveer, ja, zo groot ongeveer. Ik zie ze al begonnen. ongeveer zo groot als je onderarm. Zo bedoel je.
Ja, 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 ja. Oh, dan moet hij nog iets kleiner. Ja, dan moet hij nog iets kleiner zijn. Hier heb je ook takjes op de grond liggen. Ja, zie je? Die zijn die van 5 centimeter. Oké, ondertussen lopen we gewoon langzaam verder. En dan kijk je gewoon om je heen. Ja, een blaadje. Ja, een eikenblaadje. Ja, heel goed. Dat is een eikenblaad? Ja, dit is een eikenblaadje. Dit. Kijk, zo'n soort blaadje die komt van een eikenboom. Ja. Okay, dus dan mag je die afvinken. Dan kan je op dat vinken. Ja, dan mag je die afvinken. Zoek maar op een blaadje waar die staat. Blaad. Ja, daar staat eikenblad. Ja, zet er maar een veetje bij of iets moois. Hartstikke goed. Dan gaan we verder. Ja, ja, hoe zou Pep die doen mee? Zit een tak van 10 centimeter? Ja. Ja, we tellen hem goed. Vink hem maar af. Even lekker een cricketje opgegeten. En nu gaan we eens even kijken of we de bingo-kaart nog kunnen volkrijgen. Ik kijk nu voor een eekhoorn. Zoek jij een eekhoorn? Dan moet je heel zachtjes zijn. Misschien zie je ze dan wel ergens lopen. Ik moet een steen zoeken. Een steen, kan ook nog. En Luxie, wat gaat Luxie zoeken? Waar heb je geen dennenappel bij gedaan? Ja, dat kan eigenlijk ook wel. Misschien kunnen we misschien een betere dennenappel doen in plaats van de paddenstoel. Ja. Dat mag ook. Of een dennenappel. In plaats van een eekhoorn. Dat kan ook, een dennenappel in plaats van een eekhoorn. Ben je aan het zoeken, Lu? Ik? Ja? Zoek pissebedden. Pissebedden. Die zitten onder de boomschors? Ja, vaak wel. Oké, nou Sil, wat ga je afvinken? Dit, want ik wil ook nog een poppetje bijna en een hartje erbij. Had jij een eekhoorn gezien? Ja. Ik ook. Mag ik even naar je neus kijken dan? Nu moet ik eerlijk bekennen, de eekhoorn was wel een beetje lastig, hè? Maar ik heb een eekhoorn gezien. Heb je een eekhoorn gezien? Echt? Zullen we een dennenappel doen in plaats van een eekhoorn? Maar ik heb net een eekhoorn gezien. Nou, dan vind je de eekhoorn af. Moeten we nog een paddenstoel, een vogel, een spin, een pissebed. Welke vogel? En een steen. Dat is een vogel. Zie je daar een vogel? Ik hoor wel een vogel. Maar je moet ze ook zien, hè? Ze zitten ergens daar in de bomen. Ja, ik heb ze gezien. Een steen! Heb jij een steen gevonden? Laat eens kijken. Kijk. Oh ja, ja, dat is een steen. Heel goed, die kan je afvinken. Vinkje. Een vinkje erbij. Een hartje en een poppetje. Oh, een heel tekeningetje erbij. Nou, zoek maar weer verder. En een spin. En een spin, nou. Wat had jij gevonden? Heb jij steen ook gezien? Ja, hier liggen wel wat steentjes, hè? Ja, nou, vink maar af, steen. Oh, dat heb je al gedaan. Ja, maar het was een kasteel. Goed. Plaats een paddenstoel als een dennenappel doen. Plaats van een paddenstoel en dennenappel, ja, dat vind ik prima. Ja, oké, dan ga ik die afvinken. Ja, nou, die kan je niet meteen afvinken. Oh, daar ligt er een. Heel goed van jou, Lucilla. Vink maar af. Ja. Kijk, dat is een supermooie dennenappel. Jij moet die meenemen. Dit is Luxie. Luxie, hou maar vast. Heb je wat gevonden? Wat heb je gevonden? Ja, dat is volgens mij een stukje van een dakpan of zo. Ja, ja. Lijkt het wel op een dakpan. Ja, oké, nou, we wandelen verder. We hadden daar even lekker gezeten op dat lekkere plekje. Mooie drambeeldjes gemaakt. En dan wandelen we weer verder. Kijk, ik weet niet of ik hem kan inzoomen, maar we hebben een vogel gespot. Waar? Daar, in de takken. Zien jullie hem? Nee. Ik zie hem bewegen. Ik zag hem even vliegen. Ja. Ik zie hem bewegen. En ze hebben hier een soort bank van gemaakt. Zien jullie dat? Ah, Luxie, wil je er ook vanaf? Wil aan jou opvangen? Dat kan grote broer wel. Ah, ja. Deze heb jij bijna binnen. Je moet er nog eentje. En dat is een spin volgens mij. Oh ja, en een kakkelak nog, hè? Oeh, goed zo. Lucilla gaat even lekker een tukje doen op de boomstronk. In het zonnetje. Hè? That old man slowed down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. Don't mind selling out or playing cover song. Just as long as friends and family sing along. And I don't need more money or faster car, nah. Don't need a magazine to call me a superstar, nah. I'm gonna take this little house and make a home.
and I'll never have to face my nights alone. Cause in my heart I hear speak, and on my face I feel you breathe next to me. Two by land, by air, by sea. And that is how it's supposed to be. Now, and that much I can see. Now, pulling loaves of bread down from the shell, and how rare it is that I stay up past 12. In the backyard we are going to start a garden. If that don't sound mighty good, I beg your pardon. Cause in my heart I hear you speak, and on my face I feel you breathe. Two by land, by air, by sea. We zitten hier lekker op een bankje. In het zonnetje. In de noot, hè? Ja. En Daniel die kan tot niet laten om weer even de drone de lucht in te doen, jongens. Het is zo mooi. Dankjewel. Nou, Lucy is ook trots net haar schat. Kijk, pap. Zo, we hebben stokkenjacht gedaan. We hebben allemaal een mooie stok op maat gevonden. En nou wandelen we weer verder een rondje om de plas. En we zijn al iets over de helft, hè? Ja. Ah, Lucy. Lig je lekker, Lucy? Mm-hmm. Wij zijn bijna bij ons huisje aangekomen. Ik loop wat langzamer met de kinderwagen en Luan daar achter mij. Papa, die is al bijna weer bij het huisje. En hoe vonden jullie de wandeling, jongens? Vond het een saaie wandeling? Nee. Hey? Was het een saaie wandeling of niet? Nee. Want hebben we nou bingo? En we hebben één ding hebben we nog niet, hè? Ja. Wat hebben we nog niet gevonden? Een spin. Een spin. Nou ja, dan moeten we het doen zonder spin. Nou ja, wij zijn in ieder geval bijna thuis. We zagen er een eekhoorn. Ik ben natuurlijk weer net te laat met de camera. Maar eekhoorn hadden we ook gespot, hè, Luxie? Zag je hem? Hé, zag je hem? De eekhoorn hebben we ook gezien, alleen ja... De spin die is niet gezien. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Oh! Jullie missen nog één ding op de lijst. Oh nee! We hadden één ding nog niet op de lijst. En welke was dat? De spin! En niet zomaar een spin, het is een... Vogelspin, die kreeg ik gisteren mee. Is dit een echte spin? Dat is het oude jasje van de spin. Oh. De spin is eruit uit al die gaatjes heeft hij zijn pootjes teruggetrokken. Ja. Oh, Alexie gaat hem aaien. Alexie is helemaal niet bang. Ja, Leon is niet bang voor de spin, hè? Nou. Hey, is dat een echte vogelspin? De speurtocht is compleet zo, toch? Hebben we toch nog een spin, jongen? Hoe kom jij aan een vogelspin? Die heb ik gisteren met een vlog uploaden. Ga ik zo meteen weer naar Dave en Amber toe. En die hebben al hun diertjes, maar dat zien jullie nog in een paar vlogs verder. En dit was het oude jasje. En die zeiden ze nou, omdat we dan niet vandaag konden komen de kamelen aaien. Mochten we wel dit hebben. Dus ik heb ook een plastic doosje erbij. Oh. En een slangenjasje. En een slangenjasje. Nou, lief hoor. Het is compleet. Inmiddels zitten wij lekker aan een kopje warme thee. Met een lekker... Koekje. En Lucilla die gaat een hele mooie tekening maken hier. Luxie die zit ook aan de tekenerij. En Luxie? Ja, hier zijn we. Ja, jouw stifjes. Nee. En Luan, wat ga jij doen, Luan? Nou, ik was van mijn klasgenootje een Suske en Wiske vriendenboekje. Ja. En ik ga die even schrijven. Oh, vriendenboekje even in schrijven. Kunnen we die geven als we straks weer gewoon lekker naar school gaan? Ja, maar weet je wat ik vervelend vind? Nou. Mijn klasgenootje die heeft al een diamanten gepakt op bladje. Ik zie het. Dat schrijft niet zo lekker. Beetje bollig, hè? Ja. Heel mooi schatje. Ja, die ook nog een beetje. Kijk, zo doet Luxie het. Want als Luxie een paar jaartjes verder is, dan doet ze het volgens mij ook zo als Lucilla. Maar Zil? Ik heb een beetje gekrast aan je handen. Oh. Dan gaan we zo knoppen. Ja, dit is een heel moeilijk tekenboekje. Ik dacht, dat kan jij wel. Kan je oefenen goed tussen het lijntje? Oh, maar dat gaat hartstikke goed. Kijk, daar helemaal. Oh ja, maar dat is niet zo heel erg. Mama! Ja. Nee.
Waar ben je fan van? Stefania, Bibi en Force. Stefania, Bibi en Force. Er zijn er wel heel erg veel. Wat is het leukste spelletje? Leukste spelletje? Ja, wat vind jij echt een superleuk spelletje? Worden. Zanger. Zo. Inmiddels zijn we een hele tijd verder. Luan die is... Wat vind je van? Luan is TikToks aan het opnemen. Ja. Wat vind je van? Op zijn account. Ja. Ja, die is leuk, heel leuk. Hij maakt er zelf ook tekstjes zet hij erbij en hij zet er smileytjes omheen. En voordat hij dan een TikTok post, dan maakt hij hem eerst even aan mama zien, hè? Dus dat is Luan aan het doen. Lucilla, die zit ook op de telefoon. Lekker even een mobiel momentje. Kijk. Hey, Sil. Wat ben je aan het doen? Ik wil hem kijken. Leuke Engelse liedjes. Ja, vader ligt op de bank geploft. Ach ja, moet kunnen. Lekker lijken. Woezel en Pip, die liggen ook lekker op de bank. Schrijf je zo Force? Met een C. Nog een S weg. En dan, ja, en dan C. Dan E. Ja, heel goed. Porsche. E, met een E. E, niet een S. Een E. Zo. Ja, Porsche. Ja. En Luxie doet even haar middelslaapje. Kijk, heel schattig. Ze ligt in het grote bed. Kijk. Even helemaal lekker. Even helemaal lekker in droomland. Ja, het is weer tijd om lekker pannenkoekjes te bakken. En het is super lekker handig. Dan hoef je alleen maar water toe te voegen. Dus we gaan ze eventjes kijken of we een lekker beslagje kunnen maken. En dan eten we vanavond lekker pannenkoekjes. Hebben jullie daar zin in, kinderen? Pannenkoeken? Ja! Zo. Ik ben nu dus het beslag aan het maken. Met het water. En met het slag. Beslag. Alleen ik wilde net boter pakken. Blijkt dat ik geen bakboter heb. Dat is natuurlijk hartstikke handig. Niet. Dus ik weet niet precies hoe ik de pannenkoek in de... pan gebakken, maar goed, ik heb nog wel gewone dit soort boter, dus ik ga proberen of het hiermee gaat lukken. Maar ja, dit is niet anders. Maar ik heb dus een klontje margarine in de pan. Kijken of we hiermee goede pannenkoekjes kunnen bakken. Zoals je hoort, knip het dan wel heel erg hard. Hier met een beslag. Ja, hij gaat los. Even kijken of we kunnen omdraaien. Nou, voilà. Ik vind het al helemaal niet verkeerd. En de pannenkoekjes zijn klaar. Mama, lekker, lekker. Deze. De tweede. Ze zijn nog heet hoor. Dat is de tweede. Ja. Ik moet de tweede. Mama, even doen? Ja, doe maar die voor Luxie. Deze voor Luxie? Oeh, Luxie, kijk eens. Oh, Luan. Pannenkoekie. Die voor Luan. En de laatste is voor Oppetee. Voor Lucilla. Er zit bijna niks meer in. De laatste beetje? Nou, dan bof jij nog even. Oh, nee, nee. Wat wil jij? Poedersuiker? Ja. Ja, Luxie, poedersuiker. Dat kan ze heel erg goed zo, Luxie. Ja, oh, ja, goed zo. Beetje uitwrijven zo. Zo, zullen we hem even oprollen? Ja. Even rollen, 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 rollen. Rollen, 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 rollen. Dat ziet er lekker uit. Mijn. Wil je hem zo eten zo? Ja. Ja, zo uit de hand? Doe maar zo. Oh, ja. Oh, keukens. Dat is lekker. Smaakt die goed? Die gaat er wel in. Die gaat er wel in, hè? Oh, mama. Ja, mama ook een pannenkoekje, hè? Ja, mama. Ja, lekker, lekker. Vond je het nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes. Vergeet niet te abonneren, klik op het belletje. En we zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Doei. Doeg. Voeg je hart, bom, feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem, boem mee, geniet je.